Zo willen fabrikanten van kleine windmolens het graag zien. Op elk dak of in elke tuin een windmolentje voor eigen energieopwekking en eigen gebruik. We hebben hier een apparaat zoals u ziet. U ziet het hier knipperen. En dat is eigenlijk dat het apparaat aangeeft dat hij dus energie oplevert. Die energie die levert hij aan het stopcontact. De boormachine kan aan worden gesloten op het stopcontact. En zo kunnen we het gehele jaar bijvoorbeeld een boor laten draaien. De fabrikanten zijn vol lof over hun kunstwerken en buitelen over elkaar heen met hoge energieopbrengsten uit wind. Nou, als je kijkt naar de windgebieden die er in Nederland zijn, van 4 meter per seconde tot, laten we zeggen, 7, 7,5 meter per seconde, dan kun je met deze Energy Ball thuis al je verlichting laten draaien het hele jaar zonder dat je dat hoeft af te rekenen tot een keramische kookplaat. Het enthousiasme van de fabrikanten wordt niet gedeeld door onderzoekers. De energieopbrengst van een kleine windmolen wordt overschat. En dat is niet goed voor de markt. Veel fabrikanten die beweren, mijn molen die brengt wel zoveel energie op dat het hele huishouden voldoende heeft. En dat soort praatjes die zijn eigenlijk bijna nooit waar. Dat moet de lucht uit, want dat valt klanten tegen. En dan krijg je ontevreden kopers en dat is onnodig. De komende jaren moet dan ook gewerkt worden aan certificaten voor windmolens, zodat duidelijk wordt welke molens veel en welke molens weinig energie opleveren.